Het ging allemaal heel erg snel. Het ene moment kreeg ik te horen dat mijn contract niet verlengd kon worden. Maar 3 weken later had ik alweer een nieuwe baan. Ik was thuis aan het werk en ik kreeg een telefoontje van de manager. Hij vertelde toen dat mijn contract niet verlengd kon worden en ik zag dat totaal niet aankomen. Collega's waren tevreden, management was tevreden. De dagen na dat telefoontje, ik was verdrietig, boos, teleurgesteld. Ik ben het park in, gewoon even eruit of met vrienden bellen als afleiding. Daarna eigenlijk besloten de knop om te zetten, want ik moet nu iets gaan doen. Dus heb ik een video gemaakt. Ik wilde heel graag dat het een positieve insteek had, zodat mensen het ook als iets leuks ervaren om te zien en te delen. Toen ik de video gepost had, kreeg ik vrijwel direct een hele leuke reactie uit allerlei verschillende hoeken. Uiteindelijk heeft de video op LinkedIn ook iets van 6000 views gehaald. En daar zijn uiteindelijk 2 sollicitatiegesprekken uitgekomen. Eén was bij een oud werkgever van mij. Dat was een heel leuk gesprek en een week na dat gesprek kon ik mijn contract alweer ondertekenen. Schroom niet om nu je netwerk aan te spreken en doe dat vooral op een creatieve manier. Of dat dan een video is of een leuk tekstbericht, maak het persoonlijk en zet je mensen aan het denken.